naam is Herman Philipsen en ik ben universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En de titel universiteitshoogleraar is een beetje overdreven, pleonastisch. Maar dat betekent dat je de vrijheid krijgt om min of meer te doen wat je nuttig vindt. Dus je bent niet meer gebonden aan bepaalde van bovenaf opgelegde taken. U bent filosoof dus? Ik ben jurist van oorsprong en studeerde daarnaast wijsbegeerte. En ofschoon ik van plan was om in de diplomatieke dienst te gaan of zo, vond ik het leuker om in de wetenschappelijke wereld te gaan werken. Dus ik ben filosoof geworden. Ja. Is er in alle redelijkheid iets te zeggen over het bestaan van een god? Of speelt zich dat geheel buiten het irrationele? Nou, er zijn natuurlijk verschillende opvattingen over. Als je bijvoorbeeld de christelijke traditie bekijkt, dan heb je de meest extreme uitspraak, die is van Tertullianus. Die zegt credo quia absurdum, dus ik geloof omdat het ongerijmd is. En dergelijke ontboezemingen kun je ook wel soms bij Paulus vinden. Maar aan de andere kant heb je een hele interessante traditie van wat je rationele theologie noemt. Die is eigenlijk in de middeleeuwen vooral opgebloeid onder invloed van Aristoteles, die een soort huwelijk met het christendom aanging. Thomas van Aquino is dan de grote auteur. En een hele tijd is die traditie eigenlijk zo na Darwin een beetje op de achtergrond geraakt, omdat ze dachten dat het hopeloos was om met het verstand nog iets over God te zeggen. Ja. De wetenschap zou het geloof zo definitief hebben weerlegd dat gelovigen liever zich in allerlei duistere krochten van de ziel gingen huizen. Hè. De bekende uitspraak is dan van Pascal. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît point. Dus het hart heeft redenen die de reden niet kent. Met andere woorden, je kunt niet redelijk over godsdienst praten. En dat is heel sterk een mode geweest tot zeg maar 1970. Vooral in de Anglo-Saxische wereld zijn er toen mensen gekomen die heel goed geschoold waren in natuurwetenschap. En ook in wetenschapstheorie, dus in filosofische wetenschapstheorie. En die begonnen zijn om het hele apparaat van de moderne wetenschapstheorie te gebruiken om het geloof te verdedigen. En de beste vertegenwoordiging van die stroming is Richard Swinburne, een collega van mij uit Oxford, die ik vorig jaar in Utrecht heb uitgenodigd. En die heeft zeven boeken geschreven om het christelijk geloof te verdedigen. En dat bouwt hij ongelooflijk systematisch op met gebruik van wat je noemt highly sophisticated intellectuele apparatuur. Hoe is dat weer af te breken dan? Het interessante vind ik daarvan, dat je dus alle mogelijke argumenten voor in dit geval het christelijk geloof, maar je zou dat ook met de islam kunnen doen natuurlijk, of met het hindoeïsme eventueel. Uh-huh. Dat je al die argumenten keurig geordend op een rijtje krijgt. En dat maakt het voor een atheïst als ik dan heel erg aardig, omdat je dan kunt zeggen, dit is de beste verdediging van bijvoorbeeld het christelijk geloof die er is. En nu kan ik gaan kijken hoe sterk dat dan allemaal is. En ik geloof natuurlijk helemaal niet dat het overtuigend is. Maar daar kun je dan dus met Swinburne over discussiëren. En ja. Hij is een hele goede debater. Dus ik ben er altijd erg voor dat dit soort dingen vatbaar worden gemaakt voor debat. Dat er redelijk over gepraat kan worden. En dat niet mensen roepen, zoals Donner, hè, een mooi voorbeeld van iedereen is een fundamentalist en daar kun je verder niet over redeneren. Want dan is het natuurlijk nogal voor de hand liggend om elkaar de hersens in te gaan slaan. Je kunt veel beter zeggen, en dat is ook mijn bezwaar tegen Donner in dit verband, je kunt daar uitstekend over redeneren en laten we dat eens gaan doen. Dat is heel interessant, punt 1. Je wordt dan gedwongen om bijvoorbeeld te kijken naar moderne natuurwetenschap, naar de Big Bang theorie en allerlei andere dingen. En kijken of die eventuele rechtvaardiging voor geloof is. Dus eigenlijk zet je theorieën over het geloof af tegen wetenschappelijke theorie of verklaringen? Ja, of ze sluiten er zelfs op aan. Er zijn natuurlijk een heleboel cosmologen geweest die hebben gezegd, ja, die Big Bang theorie, dat is eigenlijk bijna een bewijs van het monotheïstische scheppingsverhaal. En dan komen er weer andere cosmologen en ook filosofen zoals mijn collega Grünbaum uit Pittsburgh, die gaat zeggen, nee, wacht even, deze mensen interpreteren volkomen verkeerd dit soort fysische theorieën. Iemand die daar ook over geschreven heeft is Willem Drees uit Leiden, dus de kleinzoon van de oude Drees. En de zoon van de DS-70 Drees. Ja. Die heeft daar een proefschrift over geschreven en is hoogleraar nu in de godsdienstfilosofie in Leiden. En die werkt dus ook over theologen die fysische theorieën interpreteren als steun van het geloof. Dus dat komt allemaal voor. Maar hoe benader je de vraag, bestaat God? Nou, daar kun je dus verschillende dingen mee doen. Je kunt zeggen, je kunt er niet redelijk over praten. Dus je gelooft het of je gelooft het niet. Dat is volgens mij de houding van de meeste Nederlanders.
Ik vind dat heel dom, want je kunt er uitstekend over praten. En het wordt ongelooflijk veel interessanter als je er redelijk over probeert te argumenteren. Dus bijvoorbeeld, je kunt je afvragen, is het nou een goede theorie om het bestaan van de wereld te verklaren en een heleboel andere dingen te verklaren, dat je zegt, die wereld is geschapen door een geestelijke god. En er zijn mensen die dat een goede theorie vinden. En ik vind het persoonlijk geen goede theorie. Maar dan heb je dus de hele materie, heb je binnen het domein van redelijke discussie getrokken. En ik vind dat een geweldig voordeel. Dat maakt het interessanter. En het maakt het ook, bijvoorbeeld, ik zou met moslims graag willen discussiëren over het geloof, maar dan op dat intellectuele niveau. Maar wat gebeurt er als je over de vraag bestaat God gaat discussiëren met iemand die het buiten het rationele wil houden? Nou, dan wordt discussiëren natuurlijk moeilijk. He, dan, als iemand zegt, het is niet voor redelijke argumenten toegankelijk en ik geloof er in punt uit, dan is het gesprek niet zo interessant. Maar wat blijft er dan van het begrip God over? Nou, ik heb betoogd in mijn boekje dat als je die koers inslaat en dus zegt er is met redelijkheid überhaupt niet over te praten, dat het dan nog heel moeilijk is om aan het woordje God betekenis te geven. Het heeft natuurlijk pas zin om te gaan geloven als je eerst hebt verteld wat bedoel je met dat woord. Ja. Iemand die gelooft in Ganesha, om er maar eens wat te noemen. Weet je wie Ganesha is? Het zal iets uit India zijn. Ja, heel goed geraden. Ganesha is de god met het olifantenhoofd. Oh ja, die is heel mooi. Ja, die is prachtig. Ik ben dol op Ganesha. Nou, dus je kunt zeggen met God bedoel ik Ganesha. Dan heb je dus aan het woordje God een inhoud gegeven. En zelfs een beeld. En een beeld. En dan moet je dus beschrijven wie dat dan precies is. En dan kun je pas af gaan vragen, bestaat die of bestaat die niet? Dus je moet eerst betekenis geven aan de term door een beschrijving van wat die God dan is. En vervolgens moet je laten zien, hij bestaat of hij bestaat niet. Nou heb ik in mijn boekje betoogd dat als je vindt dat het geloof buiten elke argumentatie ligt, dus boven de reden uitgaat, ja, noem ik dat, dat je dan geen betekenis meer aan het woordje God kunt geven. En dat vind ik een interessant resultaat van mijn argumentaties. Of het helemaal overtuigend is, dat is natuurlijk aan jou om te beoordelen. Degene die het gelooft. Degene die het leest. Maar dat is een interessant resultaat, omdat dat betekent dat alle mensen die roepen, er kan niet redelijk over geargumenteerd worden, strikt genomen moeten concluderen dat zij aan het woord God geen enkele betekenis meer kunnen geven. En dan kan je dus ook niet meer geloven, want geloven is de houding die zegt God bestaat. En dan moet je dus aan dat woord God betekenis hebben gegeven, anders heb je niks gezegd. Ik noem in mijn atheïstisch manifest, zeg ik, als je dat woord geen betekenis geeft, kan je net zo goed zeggen blurp bestaat. Ja. En dan heb je echt niks gezegd. Nee. Dus, nou ja, goed. Er is dus zelfs over die positie, je kunt er niet redelijk over nadenken, kun je redelijk argumenteren en laten zien dat die positie de gelovigen tot in een volstrekte impasse brengt, denk ik. Maar goed, dan moeten ze mijn boekje gaan lezen om de argumentatie helemaal te controleren. Dat kunnen we nu niet doen. Wat is de functie van geloof? Dat is een hele interessante vraag. Je kunt dat natuurlijk op het individuele niveau bekijken. Hè? Dus bijvoorbeeld iemand als Freud, die had een buitengewoon fantasierijke theorie over de functie van het geloof. Je kunt dat ook op het maatschappelijk niveau bekijken. Wat is de functie voor de groep? Uh-huh. En ik vind eerlijk gezegd de theorie op het maatschappelijke niveau, en de grote naam in de Franse godsdienst sociologie is dan Durkheim, vind ik interessanter. Ik denk dat die dichter bij de waarheid ligt, hoewel individuele functies natuurlijk ook belangrijk zijn. Maar de gedachte van iemand als Durkheim is dat geloof een hele andere functie heeft dan gelovige mensen er zelf aan toekennen. Ja. Durkheim gaat er natuurlijk vanuit dat die goden helemaal niet bestaan, zoals in mijn ogen elk redelijk mens. Uh-huh. En dat betekent dat wat die gelovige denkt, namelijk dat hij tot God bidt enzovoort enzovoort, dat dat niet de ware functie kan zijn van geloof. Anders gezegd, geloof heeft niet de functie om ware opvattingen over de werkelijkheid te hebben. Maar die opvattingen, die dus illusoor zijn, hebben wel andere functies. Bijvoorbeeld mensen stimuleren tot de mogelijkheid om je voor een groep op te offeren. He, dus als je kijkt naar al die zelfmoordterroristen, ja, in de islamitische wereld, die geloven allemaal dat ze naar de hemel gaan. En hun motivering, ja, is dus religieus. En zonder die motivering en de gedachte dat ze naar de hemel zouden kunnen gaan, zouden ze hun daden nooit doen. Dus het geloof geeft de mogelijkheid voor individuen om je op te offeren voor een groep. En dat is natuurlijk in de geschiedenis van de mensheid vaak heel belangrijk geweest, want die groepen gingen vechten met elkaar. En groepen die uit mensen bestaan die zich best willen opofferen voor de groep, die willen sterven in de strijd, die waren denk ik in de strijd tussen die groepen sterker dan groepen die bestonden uit mensen die zeiden, ja, wacht even, waarom zou ik gaan vechten voor de groep? En die werden natuurlijk verslagen. Zo, nou ja, dus de interessante vraag is, als het zo is dat religie dit soort functies heeft gehad, dus groepsbelang bevorderen, dan is de vraag of die functies in een wereld die zo complex is als de onze en waar groepen zo onderling afhankelijk zijn van elkaar, of die functie nog wel een positieve functie is of eerder tot ondergang leidt. Uh-huh. En ik denk dat in de moderne samenleving die groepsfunctie van religie eerder schadelijk is dan
gunstig is. Dus evolutionair gezien heeft het zijn functie gehad? Dat kan, dat is mijn visie. Dus ik denk dat het evolutionair absoluut een functie heeft gehad voor groepen die tegen elkaar knokten. Maar dat in het huidige tijdperk met massavernietigingswapens enzovoort enzovoort, dat natuurlijk volkomen contraproductief is geworden. Dus wij zitten met groepsgewoontes opgezadeld. Vanuit het geloof. Die vanuit het verleden en die ooit wel eens goed gewerkt hebben, maar die in mijn ogen nu helemaal niet meer goed werken en dus contraproductief zijn. Vandaar dat ik ook zo ontzettend tegen de verzuiling ben. Ik denk dat dat ook weer zo'n oplossing uit het verleden is, die 100 jaar geleden misschien heel aardig werkte. Indelingen. Ja, in Nederland dan, hè, om verschillende geloofsrichtingen, zoals protestanten en katholieken, leuk met elkaar te laten samenleven. Nou, dat heeft misschien gewerkt. Ik geloof dat er allerlei nadelen waren, maar laten we eens even aannemen dat dat gewerkt heeft. Er is helemaal geen reden om te veronderstellen dat dat nu voor grote moslimimmigratie nog werkt. En ik denk dat het volslagen contraproductief is.